Ik wist nooit dat de wedstrijden ook in de avond waren. Die scheidsrechters waren aan het coachen. Ja, jij doet niks. Voor de pokeballs, het ziet super lekker uit. Nee. Margaretine, jullie mogen er allemaal één. Ik neem er dan wel 7. Nee. Hallo allemaal, wij zijn de Nagelkerkers. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. Het is 8:10, nog vroeger dan we naar school gaan. En we zijn onderweg naar de hockey. De eerste wedstrijd is van Guusje, thuis. En die speelt met de jongens mee, in plaats van met de meisjes. Want de jongens die hadden 2 zieken. En de meisjes hadden net 2 spelers extra. Dus ze vroegen 2 meisjes of ze in wilden vallen. Maar de jongens, nou, dat wilde Guusje wel. En daarna komt Floor naar de hockey voor de eigen wedstrijd. Die gaat daar namelijk invallen bij een team hoger. Dus kus je er niet met haar eigen team mee? Nee. Oké. Okay. En dan gaan we naar Breda. Gaan we kijken bij Stan en Noud. Ja. En weer uit. Nee, die doen ook invallen bij die jongens. Invallen. En dan nee. Gaan we terug. En om 5:00 vanavond is pas de wedstrijd van Stan en Noud en papa echt, zeg ja. Maar. Dus een hele dag hockey. Met de 2 uurtjes pauze ertussen. Ik wist nooit dat de wedstrijden ook in de avond waren. Nou, wij zijn natuurlijk maar een kleine club met 1 veld. Dus dat betekent dat alle wedstrijden op dat veld zijn. En dan moet je dus heel vroeg beginnen. En dan eindig je laat, anders krijg je de wedstrijden gewoon niet ingepland. Dus het is nog heel rustig buiten. Er is niemand. Nee. Ik speel toch op een kwartveld? Hier een meneer die zijn hond uitlaat en verder niks. Jij speelt op een kwartveld, ja. Want we hebben gisteren wel geoefend op een halfveld. Bij de E6 op een kwartveld, bij de E8 op een half veld. En bij de D kom je op een heel veld. Dan ben je met 11 tallen. Daar is al mee geoefend, hè? Ja. Heb je al meegedaan met Floor? Mm-hmm. En wij hopen, hè, dat je bij Floor in het team mag. Want hebben wij natuurlijk ook. Merel en Line zitten samen in het team. De jongens zitten samen in het team. Nou, als jullie ook samen in het schildfront schoon. We zaten samen in het team. Ja, nou niet meer. Dus wij hopen, hè. Dat is voor ons natuurlijk, voor papa en mama, het makkelijkst. Ja, ook met trainingen en zo is het gewoon veel makkelijker. Hoeven wij ook niet aan meer zoveel tijden te denken. Het is gewoon en niet zoveel, iets minder te rijden en iets minder wedstrijden te kijken. Want we willen bij jullie altijd wel een beetje komen kijken natuurlijk, als het kan. Sowieso de thuiswedstrijden. Vinden jullie ook leuk, toch? En uit alleen als het uitkomt. Guusje heeft gewonnen bij de jongens met 6-0. Ja, dat deed hartstikke leuk. Op de 3 gescoord. Ja, en we hebben eentje voor het Nederlands elftal in ons gezin. En nu, dat zeiden wij niet, dat zeiden anderen. En nou is de wedstrijd van Floor bezig en daar doet Guusje dan invallen. En dan zometeen gaat Floor hierna weer invallen bij D1. En Stan die gaat invallen bij de jongens B. En Nout ook. En Nout ook. Mee. Dus ze hebben allemaal een dubbele wedstrijd vandaag. Ja. Nee, even behalve de oudste 2, want die wedstrijd is afgelast door corona. Ja, omdat de helft van het team in elkaar ja, allemaal zit. Met dat klasgenootje van Merel. Ja, een vriendengroep is dat, hè? Ja. Dus, kijk, ik zal even zo snel draaien. Kijk, even zien op afstand. En wij gaan zo meteen Nout dan ophalen en dan rijden we naar Breda om daar weer naar de wedstrijd voor de jongens te kijken. En volgens mij komt Floor daar dus ook met de invalwedstrijd naartoe, dus die zien we daar nog wel even. Een hele hockeydag. En jongens, hoe was de wedstrijd? We hebben 2-1 verloren volgens mij. Nou, je had hem kunnen winnen, denk ik. Ja, jullie waren beter. Nee, de scheidsrechters. Nee, niet scheidsrechters. Ja, maar die waren heel partijdig. Ja, dat vinden jullie altijd. Nee, maar deze keer was het. Ze hebben daar wel een klein beetje gelijk. Die scheidsrechters waren aan het coachen. Oh, ja. Die scheidsrechters waren de tegenstanders aan het coachen. Die zijn. Ja, je moet daar gaan staan, zeg maar. Mm. Maar ja, als jullie nou weer gewoon goed die bal erin hadden gedaan, dan had je gewonnen. Ik stond maar 1 kwartier in. Ja, dan heb je alle krachten nog voor straks, hè? Want om 5:00 moet er nog een wedstrijd. Het is nu 12:30. Dit is de 3e wedstrijd die we hebben gezien. Floor is ook naar Breda, maar een andere club in Breda. Hoes of niet? Nee, die andere. Zwart-wit. Ja, zwart-wit. Om in te vallen. En het is etenstijd voor tussen de middag. En wat willen de jongens? Subway. Ja, Subway. Dus, Stabil Mac.
Nee, daar ga ik geen mee doen. We gaan nu even een broodje halen. En dan gaan we naar huis. En dan kunnen jullie ook even relaxen voor jullie wedstrijd. En dan zorgen we dat je vanavond wint dan, hè? Ja. Het broodje is op. We zijn op de camping. Het is mooi weer. Dus we dachten, dan gaan we de kussens binnenleggen. Ze zijn goed opgedroogd nu. Dan gaan we even zo'n dingetje maken, jongens. Moet ik op slot doen? Wat zo'n dingetje? Ja. Koelkast op slot. En net als vroeger, als er brand was, hadden ze geen brandweerwagens met blusapparaten. Maar dan deden ze allemaal emmertjes water en dan gingen alle inwoners van het dorp die gingen op een rijtje staan. En dan deden ze uit de rivier water halen en deden ze dan naar de brandweer helemaal doorgeven. Dat gaan we nou met de kussentjes doen. En dus ik zet de camera hier neer. Net zoals met Zwarte Pieten. Met de cadeautjes, ja. Ja, dus wie begint er daar? Stan. Nou, jij de volgende doorgeven. En mama. En mama legt ze dan binnen op de goede plek. Dit is een stukje. Nou, lekker houden. Ja. Ik ben de sleutel ook al kwijt, of heb jij die... Ja, doe even de tafel aan, steek het een papje maar aan. Twee. Nog een keer. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Je helpt niet, jij doet niks. Ja. Ze is naar je aan te stellen, ja. Jij kan even sterker zijn. Nee, dat heb ik gedaan. Dan gaan we die ook nog even helemaal hier tegenaan zetten. Dan doen we die parasol als laatste en het een beetje meer vastzetten, dat het niet wegwaait. Oh, gaan we nu deze? Nou, kan ik. Oh. Oh man, kijk uit. Die zat op die bal. Ze stond helemaal niet op die bal. Haar hak stond erop. Haha, grappig. Sleutel. Zo, hier gaat de deur dicht van de camping. Afsluiting voor weer een hele periode weer. Zeker dit jaar. En hier is al het buitenspul netjes afgedekt. Wie weet hoe snel het terug zijn? Hoezo? Als school weer dicht gaat. Oh, als school weer dicht gaat, gaan we misschien wel terug. Ja. Als het redelijk weer is. Ja. Oh, er zit hier stik goed. Lekker verwarming. En, hier... Oh, verwarming. Heb ik gedaan. Oh, 5 graden. Ja. Heb gecheckt. Alle kranen staan open, alle ramen zijn dicht. Ja. Koelkast staat open, vriezer staat open. Hier alleen niet, deze niet. Die hoeft niet open. Okay. Grasveldje is alleen aan maaien toe. Ja. Moeten we nog een keer voor terugkomen. Kratje gaat nog even bij het vuilnis hier op de camping en dan is het afgesloten. Kastanjes vallen al uit de bomen. Dat zullen we nog wel een keer gaan doen, want er zijn hier heel veel kastanjebomen. En de mooie kastanjes, die hangen er nog. Ja, we hebben elk jaar zeggen we, oh, moeten we misschien toch de weekenden teruggaan? Nee, ga niet met de hockey. Nee, het is... Ga niet met hockey, met werken. Ik werk dan zondag, zaterdag hockey. Weekend is voor ons eigenlijk drukker dan door de week. Ja. Dus daarom doen wij dat door de week, als het voorjaar weer begint, dat we hier lekker zitten. En daarom is voor ons ideaal zo'n camping dicht in de buurt. Met ons werk, met ons grote gezin. Het is 4:30 en we zijn er weer op de hockey. Mama, kijk eens hoe blij ze zijn met mij. We hebben een koffietje even gehaald. Mama, kijk eens hoe blij ze zijn met mij. Ja. De meisjes wilden ook mee. En het, we hebben een logeetje vandaag. Lieve blijft logeren vandaag. Tien is er al, ja. Zij wilden allemaal mee. Guusje en Lieve en Madelief. En Eline komt nog kijken. Hoe dan? Met de fiets. En dan zijn we om 7 uur, 7:15 thuis denk ik vandaag. Wij, papa, tenminste papa en ik, die zijn alles klaar aan het maken voor de pokeballs. Het ziet er super lekker uit. Die heb jullie nog voor, hè? Nee, ik hoor ook best goed verteld. En Merel, die zit daar op 1,5 meter natuurlijk. En wij gaan daar eten. Nog 2 dagen, Merel.
Op 2 dagen dan mogen we weer een kusje aan elkaar geven. Ja. Hè? En de jongens en de meiden, tenminste en de kleine meisjes, hebben vandaag allemaal een hockeywedstrijd gehad. Ja, maar... Heeft er vandaag iemand nog gewonnen? Een 11-3. Ja. Guusje met de jongens. En Floor ook met één team. 8-0. En wij hebben met 12-3. 11-3. 11-3 verloren. Dat was niet zo best. Ja, we waren wel veel beter. Ja. Goeie aan ons team, vond ik. Dat ze niet op elkaar gingen mopperen. En dat ze gewoon doorbleven. Ja. Hè? Toch? Geen kopjes gedaan. Geen kopjes gedaan. Ja, en Merel en ik hadden natuurlijk geen wedstrijd, want iemand met corona. Dus dat vond ik wel echt super jammer, maar ik ben wel vanochtend gaan werken. Dat vond ik wel heel leuk. En ik ben met Stan en Nout mee gaan kijken. Kijk, hoe doet je dat idee? Je vond jezelf wel heel goed, hè? Nee, vandaag 2 strafballen ingeschoten. Nee, je deed wel goed. Alleen Nout die... Moest wel even wennen, maar hij deed ook goed. Ik moest nooit strafballen nemen, maar nu wel. Ja. En je hebt 2 strafballen gedaan en je hebt ze allebei geraakt, toch? Allebei gescoord. Ja, ja. En er waren veel dingen gescoord, maar de rest niet. Ja. Ik dacht dat jij die had geraakt. Ja? Maar je zonder ja. Maar in ieder geval, ja, dat was het een beetje. We gaan zo meteen heel lekker eten en ik ga vast even een stukje kip pakken, want... Heb je net zelf kipnuggets gemaakt? Ja. Zelf gemaakt. Dat maakt het. Vind je niet warm? Jawel. Ik vind het wel knap dat je er zo op kan eten. Vorige keer hadden we ook iets van peper en toen die Marie er ook gewoon in, allemaal zo'n peper erin. Ja? Ja. Die man niet, hè? Iedereen heeft aan de kant, dan kan ik ook niet pakken. Dit. Nee, je hebt toch avocado? Ja, maar je hebt het half. En, dit is echt heel lekker. Ik vind dat zo lekker, komkommer. Met van dat azijnzuur of zo. Ik vind dat super lekker. De chili saus. Dit is wasabi mayo. Wasabi mayonaise. Heb je allemaal lekker. Dit is sla. Dit is, ja, allemaal groenten en ik heb gewoon papa een soepje geholpen. Ja, en de rijst natuurlijk, de basis. Ja, maar wat een beetje groene meer aan. Nou, wat zit hier nog in? Nog meer kip. Ja, ik krijg er echt honger van. Dan kunnen we gaan eten. Wie gaat bellen? Stan. Stan gaat bellen en Lieve volgt hem. We gaan nog even een ijsje halen, maar de kinderen zijn echt heel druk. Heel druk. Ja, heel druk. Geef nou maar de schuld. Ja, jij mag mee. Kom. Maar voor Merel nemen we een ijsje mee. Welke smaken wil je? Voor mij nemen we ook een ijsje mee. Citroen. Ja. Goed. Zoiets. Ja. Ja, jij mag mee. Dat hoef je niet zo te doen. Gaan jullie ook allemaal mee? Ga je mee? Ja. Kan jij rustig aan doen? Want ze zeggen allemaal dat je heel druk doet. Nout? Oké. Je had zo druk in het veld moeten doen vandaag, Nout, naar gekeken. Floor, rustig doen. Lieve, geen jas aan. Nee. Ik heb een jasje aan. Nee, op mijn rug. Nou, hij zit hier met die bal? Hier met die bal? Dat is mijn bal. Nee, van mij hoor. Ja, die heb ik zoveel gekregen. Daarom ja, kom, dan gaan we. Ja, maar Marie is even met telefoon aan pakken. Eline! Ah, dank je. Goed gedaan, Madelief. Waarom doe je dat voor Eline? Nou, dat het meegenomen van de hockey. Ja, maar jij kan het er ook zelf pakken. Nou, moest ik het doen. Oh. Nee, we gaan niet met de bak fietsen. We gaan gewoon lopen. We gaan lopen. Lekker. Met 2. Kietelt hij niet? Nee, dat kietelt niet. Nou, het is mij aan het irriteren. Mogen we 1 of 2 ballen? Wat denk je zelf? 2. Nee, fout gedacht. 3. Ook fout. 4. Ook fout. 5. Ook fout. 6. Jij mag er 10. De anderen mogen er allemaal 1. Dankjewel. Nee, zij mag er geen 3. 10.
10? Nee. Je mag er 10 en jullie mogen er allemaal 1. Ik neem er dan wel 7. Nee. Ik mag er 10 van papa en jullie halen. Iedereen mag 1 bolletje, maar Madelief mag er 10 vandaag. Waarom? Gewoon. Oh, nee, Madelief mag er 10. Oh, maar ik heb vandaag 3 keer gespeeld. Maar mag jij 10 zo'n hele kleine stukjes ijs? Ja. Geef papa ook maar een handje. Kom maar. Goed zo. Hoepakee. 1, 2. Hoepakee. Mag je een keer met jou doen, papa? Nee. Hoepakee. En Madelief, hoe is het met jouw 10 bollen? 5. Ik zou genoeg 5 doen. Jij zei stop toen ik op de 5e was. Zei jij, dit is genoeg. En jij hebt aardbei? Ja. Als ik er niet meer op kan, mag Nout. En als... Zei ze zelf tegen mij, ik heb er niet gevraagd. Ik zei het zelf. En als van Nout Floor nog mag, mag Floor. Ja, dan zegt ze toch goed? Oh, ik dacht dat als Floor nog van Nout mag. Mooi. Doe even je jas uit, met die jas. Ik snap ook niet dat ze zulke kleine kinderen weer de jas geven. Ja, dat snap ik ook niet echt niet. Ik heb niet goed. Is het lekker, Junior? Oh, het lekt helemaal. Is het lekker? Papa, ik kan niet naar huis en... Is het lekker? Nee. Nee, is het niet lekker? Oh. Papa, even lekker? Ja. Vanavond is echt niet lekker. Ik hou niet van kruisvaten. Ja, goed zo. Papa? Laat maar los. Papa? Zo, nou is het beter, hè? Ja. We hebben Papa, ga naar huis. Papa. Dit is oud. Papa, zo. Ja, je jas is uit. Ja, inderdaad, hè? Ja. Zo. Ja, dat is een aardbeienjas nu. Ja, vandaag was niet best met de hockey, jongens. Helaas. 11-3 verloren. Hoe gaan we dat oplossen? Volgende wel winnen. Oh. Goed trainen. Goed trainen. Te hoog ingedeeld, denk ik. We zijn in het hoge, ik heb nog even gekeken, we zijn in klasse 3 ingedeeld. Vorig jaar zaten we klasse 5. Dat was het laagste. Maar dat maakt niet uit, ik ga er wel plezier in hebben. Maar ja, dit zo flink verliezen is gewoon wel minder leuk. Ja. Ik vind wel dat jullie het heel goed gedaan hebben. Jullie zelf ook, denk ik. Dat is helemaal niet gemopperd op elkaar. We hebben ook heel veel van geleerd. Ja, we hebben heel veel van geleerd. Ja. En daar gaat het ook om. Ik heb ook heel veel geleerd, want er stonden heel veel coaches mee te kijken. Ja, van de hogere teams. Van de hogere teams en jullie trainer. En, dus ja, daar leer ik ook van. Dus dat was perfect. Dus ja, een leerzame dag gehad. Ja. Allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we weer. Doe allemaal een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. En vergeet niet op het belletje te klikken. Hallo! Het is inderdaad een laie zondag. We hebben een stuk of 5 van deze afstandsbedieningen. Ja. Dus een kindje op een andere zender stonden ze daar. Ik heb al lang gelachen. Dus ik had het gelijk in de gaten. Leven, lang zal leven. Het ziet er echt super netjes uit. Daar hebben we ons Mereltje.